2018 is afgesloten en we houden 2,7 miljoen over. Moet er met het geld gebeuren? Ja, daar, dat is nu op het voorstel van het college zijn er reserveringen voor aangelegd. Een aantal nieuwe en een aantal bestaande. Wij zijn natuurlijk heel blij om te zien dat het coalitieakkoord daar echt wel een belangrijke richting aan heeft gegeven. En bijvoorbeeld 7,5 ton reserveren vooruitlopend op de energietransitie die moet gaan komen. Dat vinden wij een heel goed idee, want daar gaat echt nog wel een hoop geld mee gemoeid. Dat wij als eventueel klein bezwaar hadden, is dat het feit dat het nogal veel is ten opzichte van wat de eerste instantie begroot is. Dat is enigszins toegelicht, kunnen we ons enigszins vinden. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we wat geld apart gaan zetten voor de toekomst. En er was ook nog een kleine discussie over de extra kosten voor personeel. Ja, dat klopt ja. Zoeterwoude is groeiend. Daar zijn ze al op aan het voorsorteren. Of dat inderdaad zo ruim moet, weten we nog niet. We weten niet precies wat de toekomst gaat brengen. Wat wij dan wel als bezwaar hebben, is dat het feit dat er heel moeilijk gedaan wordt over een bedrag van 700.000 euro voor twee grote projecten die eraan zitten komen. Wat begrijpelijk is, waar we ook nog maar moeten kijken hoe we daaruit gaan komen. Maar er wordt heel makkelijk gestapt over 450.000 euro aan formatie. Ik denk dat we daar dan ook kritisch naar moeten kijken. Wij zien in de toekomst nog behoorlijke uitdagingen, voornamelijk energietransitie. Gaat er gewoon prijzig iets worden? Iedereen is hier in de gemeente op de hoogte van de ontwikkelingen die wij willen voor de sporthal Klaverhal die vervangen moet worden. Maar ook op de Rijndijk, de Eendekooi en de Bernardenschool. Al met al gaat dat ongeveer 20 miljoen kosten zoals het er nu uitziet. Die 20 miljoen, zoals de wethouder de Gans het aangaf, is even groot als onze hele begroting. Nou ja, koop maar een huis ter grootte van je hele salaris. Dan weet je een beetje waar we het over hebben. Dat zijn dus nogal uitgaven. Dus wij kunnen met dit eens in dit hele overschot wel wat voorschotjes nemen. Al is het maar een miljoen op die grote projecten. Daar nemen we voorschot op. We nemen voorschot op de energietransitie. Wat ons met de opgaven die op vanuit het Rijk zijn opgelegd toch gaat kosten. En zo is er nog een aantal van dat soort zaken waar wij nu een spaarpotje voor hebben kunnen maken. Om dan toch er wat rooskleuriger de toekomst in te gaan.